Vinken en Van Tricht hebben een missie. Ze willen aantonen dat bier beter bij kaas past dan wijn. Om in hun opdracht te slagen, bezoeken ze kaasmakers in België en Frankrijk. Vandaag zijn Vinken en Van Tricht in het prachtige Brugge om er de Brugse zot met de Brugge goudkaas te combineren. Ja, Michel, dat is hartje Brugge, hè. En hier is de brouwerij de Halve Maan van de familie Maas. Ja, dat is de enige Brugse stadsbrouwerij die er nog is. En dat ruikt hier ook zo lekker, hè. Lekker. Ah, dat mout, hè. Dus jij gaat de kaas maken, meester bezoeken, Filip? En ik de brouwer. Straks. Dag, Xavier. Ja, dag, Ben. Wat een mooie shop heb jij hier. Ja. Ik had die nog niet gezien. Nee, maar dat is ook iets nieuws. We stellen hier alles mooi uit, wat we hebben. Alle producten, alle merchandising. En ook uw prijzen zie ik. Ja, inderdaad. Dus elk jaar staan we eigenlijk op de podiums van alle belangrijke competities in de wereld. We hebben hier World Beer Cup, 2006 goud, 2008 goud, Australië, Australian Beer Awards. Het is vooral de Brugse zot die de prijzen weet. Brugse zot blond is eigenlijk de grootste winnaar al altijd geweest. Ja, dat klopt. Maar vandaag gaan we die Brugse zot blonde combineren met kaas. Ja, dat wordt een interessante match. Maar met zoveel bezoekers hier had je wel een echte mooie giftshop nodig. Hoeveel mensen komen hier per jaar? Well, wij zijn de meest bezochte brouwerij van België. Serieus? Er komen hier jaarlijks 100.000 bezoekers de rondleiding doen. Ja. En daarmee staan we in de top 5 van de Brugse toeristische attracties zelfs. Zo is het, kameraad. Ça va? Zeg, jong. Je hebt uw marchandise bij? Absoluut. Brugge goud. Fantastisch. Unieke kaas. Fantastisch. Recept van twee types kaas. Oud Brugge, Nazareth. Mm-hmm. Hier hebben we twee recepten met elkaar verweven. Dus de kaas zit met een rijping, zoals de Nazareth-kaas op 22 graden, zoals hier vandaag. Dus eigenlijk feel-good temperatuur, 20, 22 graden. En als we zien dat de gaten erin komen, dus de propion zorgt voor de gatenstructuur, dat de kaas zich begint te ontwikkelen, dan wordt dat proces stilgelegd omdat we dan de kaas gaan verder affineren bij de Oud Brugge. Ik heb de kaas in de mond. Mm-hmm. Maar ik heb eigenlijk water in de mond. Ik heb eigenlijk zin om een Brugse zot te gaan proeven. En ik denk, Filip, dat we Xavier en Ben moeten gaan vervoegen. Ik hoop dat ze nog een beetje overlaat hebben voor ons. De Brugse zot. Ik stel voor, Filip. Let's go. Daar wachten we niet op. Ah, Xavier. De Brugse zot staat klaar. Ja, we zijn er klaar voor. Hè. Brugge goud meegebracht, reeds gesneden. Mooi op temperatuur. En ik ben benieuwd. Ja, Ben. We gaan er niet op wachten. Hè. Ben, maar iets op temperatuur pakken. Hè, want, Dat is mooi gefrappeerd, Michel. Fantastisch. In de ijzimmers van de Brugse zot. Ja. Leeft dat bier, hè? Ja. Ik wil je nemen. Philippe. Dank u wel, Michel. Dat is dat ook, ja. Oké. De kaas is goed gekozen, Filip. Brugge goud, dat is toegankelijk. Een beetje nootachtig zo. Juist. Wat karakter. Maar net genoeg karakter. Ja. En niet te veel. De Brugse zot blijft nog wel een beetje de baas. Alle twee lekker. Zeer, zeer mooi bier. Heel veel fraîcheur. Heel toegankelijk. Vraagt om meer, vind ik. Geen een van de twee overpowert ook. Het is echt mooi in balans, alle twee. Belangrijk ook, hoor, dat de twee in balans liggen. Hè. En de kaas? Zeer lekker. Ja. Nootachtig. Mooie vettigheid. Het zijn eigenlijk twee heel toegankelijke producten. Met karakter. Die vragen om meer. Zeer goede combinatie. Dat is een mooie huwelijk. Heel mooi huwelijk. Prachtig. Ik gezondheid. Ik blijf. Meneer. Volgende week gaan Vinken en Van Tricht naar de Bourgogne. Ze proeven er Brillat Savarin met Bon Oude Geuze.